Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip nummer 3. Heeft te maken met mimiek. Ja, als je aan het vertellen bent, dan gebeurt er van alles in je gezicht. En ik heb iemand gehoord die zei, mensen zeggen dat ik steeds zo boos kijk. Nou, hoe komt dat? Omdat ze fronsten. En dat fronsen, ja, daar ben je soms niet bewust van. Dus ja, mensen denken dat je boos kijkt, maar je bent niet echt boos. Als je dat terughoort, ga dan voor de spiegel staan. Kijk wat je doet. Als je fronst, hoe kun je dat veranderen? Nou, gewoon je wenkbrauwen wat hoger optrekken. Dus als jij een soort van feedback krijgt van mensen, nou het lijkt wel of je gezicht is zus of zo, nou, ga gewoon eens voor de spiegel staan en kijk, wat doe ik dan? En hoe kan ik dat veranderen? Dat maakt dat je alweer een opene blik krijgt. Naar jezelf en naar je publiek. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, oh, ik heb een presentatie, ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens. Doei!